Elke computer en elk ander apparaat dat verbonden is met internet heeft een IP-adres. Zo'n adres is nodig om te zorgen dat die computer op internet gevonden kan worden. Zo'n adres ziet er bijvoorbeeld zo uit. Zo'n adres wordt samengesteld volgens regels die zijn vastgelegd in het internetprotocol versie 4, ook wel IPv4 genoemd. En daarin staat dat een IP-adres bestaat uit 4 blokken met een puntje ertussen en elk blok bevat een cijfer tussen de 0 en de 255. Dat betekent dat je met dat internetprotocol versie 4 4,3 miljard unieke adressen kunt maken. Nou, toen het protocol werd uitgevonden, eind jaren 60, begin jaren 70, toen bestond het hele internet uit ongeveer 2000 computers, dus die 4,3 miljard unieke adressen waren meer dan genoeg. De uitvinders van het protocol vonden dat ze een aantal IP-adressen apart moesten houden voor intern gebruik en om mee te testen. En daar werd een blok van zo'n 600 miljoen IP-adressen voor gereserveerd. En dat betekent dat er zo'n 3,7 miljard IP-adressen overbleven om te gebruiken op het internet. Die IP-adressen worden beheerd door IANA, de Internet Assigned Numbers Authority. En die verdeelt ze in grote brokken over de rest van de wereld, over de 5 regionale internet registries. Hier in Europa vallen we onder de Europese registry, die heet RIPE. En die krijgt die blokken van IANA en geeft ze vervolgens in kleinere brokken door aan providers of aan andere organisaties die een IP-adres nodig hebben. Nou, je voelt hem natuurlijk al een beetje aankomen. Die 3,7 miljard IP-adressen waren helemaal niet genoeg, want die adressen zijn nu bijna allemaal op. IANA, die de vrije adressen beheert, verdeelt die adressen in grote brokken over de wereld en die brokken heten een /8. Dus een /8 bevat ongeveer 17 miljoen IP-adressen. Nou, afgelopen 3 februari heeft IANA de laatste 5 /8, de laatste 5 vrije blokken, verdeeld over de 5 internet registries. En die regionale registries, zoals RIPE in Europa, hebben nu dus allemaal nog een voorraadje. Maar naar verwachting zal ook dat voorraadje binnenkort op zijn. Aan het eind van 2011 verwacht men dat alle IP-adressen zijn uitgegeven. En als dat gebeurt, dan is het ook echt op. Nou, als dat gebeurt, ontploft er gelukkig niks. Het internet gaat niet kapot, alles blijft gewoon werken. Maar het betekent wel dat er op dat moment geen nieuwe computers meer bij kunnen. Geen nieuwe internetverbindingen, geen nieuwe websites, geen nieuwe webservers, geen nieuwe apparaten meer op het internet. Het internet is vol. Dat heeft natuurlijk grote maatschappelijke en economische gevolgen. Gelukkig is er een oplossing voor dat probleem. Die oplossing heet IPv6. Internet Protocol versie 6. Gewoon een nieuwe versie van het Internet Protocol versie 4. Nou, een IP-adres bij IPv4, Internet Protocol versie 4, zag er zo uit. Bij IPv6 ziet een adres er zo uit. Je ziet dat het is veel langer en het bevat niet alleen cijfers, maar ook letters. Het heeft een hexadecimale notatie en dat betekent dat er veel meer IP-adressen mee gemaakt kunnen worden. Overigens is dit niet zomaar een IP-adres wat ik laat zien. Dit is het IP-adres van de eerste IPv6 baby ter wereld, maar dat terzijde. Nou kon je met IPv4 zo'n 4,3 miljard unieke IP-adressen maken, maar dat was niet genoeg. Bij IPv6 kun je er veel meer maken, om precies te zijn zoveel, dat getal mag u zelf uitspreken. Probleem opgelost, zou je zeggen. Of toch niet? Nou, helaas niet helemaal. Het plan was dat naarmate het internet zou groeien, de rode lijn, logischerwijs het aantal beschikbare IPv4-adressen zou afnemen, de zwarte lijn. En zo dacht men, dan zou vanzelf wel het aantal in gebruik genomen IPv6-adressen toenemen, zodat op het moment dat alle IPv4-adressen op zijn, er al een groot deel van het internet op IPv6 is overgeschakeld. Dat was het plan, maar de realiteit ziet er iets anders uit. Nou, dit grafiekje laat zien hoe het er nu mee staat. Elke kleur staat voor een van de regionale registries. Hier in Europa vallen we onder RIPE en dat is de paarse lijn. Je ziet dat RIPE zit netjes in het midden. Je zou zeggen, het gaat best goed. Maar als je ziet welke cijfers er langs de assen staan, dan is dat toch enigszins schrikbarend. Want zelfs de partij die het allerbeste doet, heeft maar zo'n 10% van zijn totale internetverkeer over IPv6 lopen. En dat betekent dat de overgrote meerderheid van het internetverkeer nog steeds gewoon over het oude IPv4 loopt. En dat betekent dat het plan dat er zo uitzag, er in werkelijkheid inmiddels zo uitziet. De IPv4-adressen zijn bijna op, maar het aantal IPv6-adressen in gebruik is nog nauwelijks toegenomen. Dat betekent dat we in hele korte tijd een hele grote stap moeten maken. Dan zult u zich afvragen, hoe kan dat? Wat gaat er mis? Of misschien vraagt u zich af, waarom is dat mijn probleem? Nou, de dag dat het aantal IP-adressen echt op is, komt steeds dichterbij, maar toch zijn er nog maar weinig mensen heel serieus bezig met IPv6. De meeste bedrijven hebben nog niet over IPv6 nagedacht en ook veel internetproviders moeten nog beginnen.
Afgelopen najaar heeft AccessRoll de IPv6 Award gewonnen, omdat we als een van de eerste providers in Europa al onze klanten IPv6 adressen kunnen bieden. En dat is leuk dat we zo'n prijs winnen, maar tegelijkertijd is het ook echt een droevig bericht, omdat al die anderen daar kennelijk nog niet klaar voor zijn. Nou, en waarom is dat dan een probleem? Die twee adressen zijn zo verschillend van elkaar dat internetverkeer niet zomaar van een IPv4 adres naar een IPv6 adres kan stromen. En gelukkig is er ook voor dat probleem een oplossing. Die oplossing is dual stack. En dat komt er simpel gezegd op neer dat één computer zowel een IPv4 adres als een IPv6 adres heeft. En dus kan communiceren met zowel IPv4 servers als met IPv6 servers. Wat betekent dit voor u thuis? Nou, waarschijnlijk is uw computer thuis al lang klaar voor IPv6. De meeste moderne besturingssystemen kunnen prima met IPv6 overweg. Maar thuis maakt u verbinding met het internet via een modem of een router en veel van die modems en routers zijn nog niet klaar voor IPv6. En ook veel webservers zijn er nog niet klaar voor. Bij AccessRoll geven we onze klanten sinds enige tijd een IPv6 geschikt modem. Dus als u klant bent bij ons, hoeft u zich geen zorgen te maken. U kunt nu en in de toekomst gewoon met de hele wereld blijven communiceren via internet. Als u nou geen klant bent bij AccessRoll, gaat u dan eens na hoe het staat met uw internetverbinding thuis en op kantoor. En check eens bij uw systeembeheerder hoe het zit met IPv6 en uw webserver, uw mailserver. Misschien heeft u een VPN-server of allerlei andere servers die u kunt hebben. Uiteindelijk zullen ze allemaal op IPv6 over moeten. En belt u eens met uw internetprovider om te vragen hoe ver ze zijn met IPv6.